We zijn hier in de Kikkerpolder bij UVS op zaterdag 7 januari. Het nieuwjaar is net begonnen en bij UVS is er al een feest gaande. Vandaag de officiële opening van de nieuwe tribune. En daarmee wordt het complex verder verfraaid. Voetbalfeest van Leiden, zo werd het genoemd door Matt de Tombe en Lucas Riethoven, de mannen achter dit grote feest. En we gaan vandaag eens kijken wat er zo al te beleven is. En om te zien wat voor prachtig mooi voetbaljaar het gaat worden voor UVS en ook voor de stad Leiden. Voor mezelf en het bestuur is dat dan een groot succes. Je zag het ook, de enthousiasme van de architect, waar we mede dan ook de tribune hebben samengesteld en gedaan. Die schenkt dan ook gelijk de begroeiing aan de achterkant van de tribune. Ja, ik moet zeggen, het is gewoon een heel groot cadeau wat we de hele dag alleen maar krijgen. Ik ben ook wel in de halwezen kijken die we al af hadden gehuurd voor de jeugd. Dat is de toekomst. Er waren meer dan 100 kindjes ook. Ik heb daar nog zelf een videootje van gemaakt en een paar foto's van geschoten. Ja, dan krijg je wel een warm gevoel van wat er dan vandaag toch met de vereniging gebeurt. Dat iedereen op de been is. Deze maak ik de tribune voor geopend. Ja, het is heel mooi om te zien dat het hier zo mooi gelukt is. Ik kende ook de oude tribune als een soort icoon van de historie van UVS. Maar we moeten ook oppassen dat we niet in het verleden gaan wonen met elkaar qua voetbal. Er zijn veel clubs die gewoon niet vitaal zijn. En we moeten gewoon met elkaar de schouders eronder zetten. En dan moet je dus verbroederen. Dan moet je elkaar de ruimte geven. Dan moet je ook durven over je schaduw heen te stappen. En ja, de nieuwe wereld in te stappen. En ook aan te sluiten bij wat de stad wil. Ook op het gebied van voetbal. En dat UVS hier daarvoor het initiatief neemt voor 2017, dat kan ik alleen maar waarderen. Ja, je moet openstaan voor elkaar. Dan wordt het ook gewoon veel plezieriger. Als je kijkt naar al die vrijwilligers die elke week op de been zijn. En die ook nu hier weer de broodjes worst staan te verkopen. En te zorgen dat dit een feest wordt. Dus die energie die is er wel, maar hoe zorg je nou met elkaar dat die energie ook ertoe leidt dat het ook, dat sport ook echt nog meer een plek krijgt in de samenleving in Leiden. En daar hebben we echt nog wel meters te maken en daar wil ik me ook persoonlijk hard voor maken. Dus wat mij betreft vooruit. De ploeg is uiteindelijk aardig geëindigd in de eerste seizoenshelft, staat nu op een veilige plek, maar er moet nog wel wat verbeterd worden om in veilige haven te komen. Gaat dat goed komen? Daar hebben wij alle vertrouwen in. Ook dat zei ik al een beetje met de opening van het scorebord. Dat we nu weer een scorebord durven neer te zetten die het ook weer gewoon doet. Hè. We scoren ook weer en de progressie, dat zie je ook gewoon in het team. En dat zie je vandaag ook weer een beetje op het veld terug. Wij zijn er niet bang voor en we gaan makkelijk in de middenmoot en misschien nog wel wat hoger eindigen.